Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Gelukkig nieuwjaar. Oh mijn god, als jullie dit zien, is het 2024. Ik film dit de dag voor 2024. Nee, dat is niet waar. 30 december, wanneer ik dit film. Dus als je af en toe een knal hoort, ze zijn dan lekker bezig. Dus dat is vuurwerk. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. 2024 wordt een prachtig jaar. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar er gaat zoiets leuks gebeuren en ik kan niet wachten om het jullie te vertellen en jullie alles te laten zien. Maar goed, ik dacht, weet je wat, we trappen dit jaar gewoon af met een Temu mega shopblog. Ik heb echt een enorme bestelling geplaatst bij Temu. Dit is dan ook in samenwerking met Temu, maar alsnog geef ik mijn eerlijke mening, doe ik altijd. Maar ik heb dus heel veel home decoratie en dat soort dingetjes gehaald besteld bij Temu. Ben je benieuwd wat ik allemaal heb besteld? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als jij hier zin in hebt. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En dan kun je na de video even terugkijken in de beschrijving. Daar zet ik alles neer. Dus laten we snel beginnen met deze video. Voor we gaan beginnen heb ik nog een mega leuke kortingscode. Met deze code krijg je korting bij Temu. Temu. Wat zeggen jullie? Ik zeg Temu. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En dan kun je na de video even terugkijken in de beschrijving. Daar zet ik alles neer. Dus laten we snel beginnen met deze video. Oké, mocht je Temu nog niet kennen. Het is echt een webshop met ontzettend veel producten en items. Ze verkopen eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. En ook echt voor een heel goedkoop prijsje. Ik heb er dus al vaker besteld. Ik heb het vaak binnen een week heb ik het al thuis. En ik ben er gewoon heel erg over te spreken. Zo ook deze keer. Ik heb dus enorm veel besteld bij Temu. Dus laten we snel beginnen. Oké, het allereerste item wat ik heb besteld is echt onwijs leuk en zacht. Ik heb een deken besteld. En deze deken is beige van kleur. Of niet echt. Ja, beige, een beetje off-white. Maar er zit dus een patroontje in. Ik ga het proberen te laten zien. Oké, ik heb geen idee of je er iets van kan zien. Maar dit is dus een deken, gewoon lekker voor op de bank. En hij is zo onwijs zacht. Dit is niet normaal. Je hebt deze dus in allerlei soorten maten. Ik hoop dat je een beetje kan zien hoe zacht het is. Maar het is echt heerlijk voor op de bank. Oh, ik heb hem in het formaat 100x150. De kleur beige en hij is €13,80. Heel blij mee. Het volgende item is €3. En dit item had ik nodig. Dit is namelijk een beige handdoek voor je haar. Zo'n towel. Hoe noem je dit eigenlijk? Een hair towel, denk ik? I don't know. Maar deze is onwijs zacht. Je kent het vast wel. Je doet je haar op de kop. Op je zo. Je haar over je hoofd heen. Je wikkelt een handdoek erom. En je zet hem vast aan zo'n knoopje. Dat is dit. Kijk hoe ze achter. Hier heb je het knoopje. Hier heb je een lusje. Dit is sowieso heel goed voor je haar. Want dit is zo onwijs zacht. Dus deze had ik nodig. Oké, het volgende item is iets wat je echt onwijs veel ziet. Ook op TikTok. Ik hou echt van dat bohemian, Scandinavische, rustige decor. En toen zag ik dit dus telkens op TikTok. En toen dacht ik, ja, ik wil dit zelf ook onwijs graag hebben. En bij Temu hebben ze het voor een heel goed prijsje. Dit is het. Je moet ervan houden, maar dit is echt zo'n stylish item voor op je bank. Het is niet echt een kussen, want het is niet echt zacht of zo. Het is best wel hard, maar het stofje is wel heel zacht. Het is namelijk zo'n knoopkussen met teddy stof in het wit. Ik ben hier zo blij mee. Ik vind dit echt prachtig. Helemaal mooi. Dus deze heb ik besteld en die komt op onze bank te liggen voor de mooi. Misschien wel in een stoel. Ik denk op de bank. En deze kost €10,99. Dan gaan we alweer naar het volgende item. En dit item, als je TikTok hebt, zie je altijd voorbij komen. En ik vind het dus echt heel erg mooi. Dit is het. Ik vind dit echt prachtig. Nou, wat is het? Oh, dus ik valt allemaal piepschuim uit. Want dit was verpakt in piepschuim. Dit is zo'n tissue box. Dus de onderkant is gewoon open. Hier kun je een box in doen met tissues en dan trek je er dan uit. Maar dit is natuurlijk veel mooier dan zo'n kartonnen doosje. Ik dacht zelfs misschien kun je hier je maandverband of zo in doen. Dat je het een beetje verbergt, maar toch stylish ergens kan neerzetten. Als je snapt wat ik bedoel. Ik moet nog even kijken wat ik hierin ga doen. Maar dit komt sowieso van pas. Of het nou in de badkamer, in de wc, keuken. Het kan overal. Dus heel erg blij mee. Het is dus onwijs zwaar. Het is ook echt van steen. En met van die beige, ja,
bobbels. Dat zie je natuurlijk nu heel erg veel. Dus ik ben hier wederom heel erg blij mee. En ik ga nog even kijken wat ik hierin ga doen. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Deze kost €7,70. En dat vind ik serieus een goed prijsje. Want het is echt voor kwaliteit. Dat kun je voelen. Dat zie je. De afwerking is echt onwijs mooi. Als je dit voor 30 euro bij de Zara Home zou kunnen kopen, geloof ik het ook. Dus dat is deze. Dan heb ik van die tea towels gehaald. Of eigenlijk zijn dit van die microvezeldoeken. En ik vond deze kleur wederom heel erg mooi. Het is gewoon zo'n wafel microvezeldoek. Handig voor schoonmaken. Het is voor alles te gebruiken eigenlijk. Het komt in een set van 3. Ze zijn best wel groot. En ja, de kleur vind ik echt prachtig. Je hebt nog verschillende keuze in kleuren. Maar ik ben voor deze kleur gegaan. Trouwens, ik zeg het verkeerd. Het is een set van 4. Dus hier zitten 4 doeken in. Geen 3 doeken. En ze kosten €7,50. Maar dan heb je er dus 4. En het is de kleur koffie. Het volgende item is een beetje verfrommeld. Maar ik kan dit fixen. Oké, hoe ga ik dit uitleggen? Dit is een soort placemat. Het is geen placemat, maar ik noem het even een placemat voor het gemak. Ja, het is dus heel erg gekreukeld. Dus ik moet dit echt even gaan fixen. Ik weet nog niet hoe. Maar het komt goed. Je kan het dus gebruiken als placemat. Het is beige. Heel erg lang. Zoals je kan zien kan ik hem echt heel erg lang maken. Maar dit is dus leer. Niet echt natuurlijk. Beige leer. En het is plakfolie. En ik maak natuurlijk kaarsen. En ik mors best wel vaak gewoon met wax. Dat is gewoon, ja, dat gebeurt. Dus ik wil straks op mijn werkkamer een bureau. Maar waar dit zeg maar helemaal onder zit. Dus dan mors ik wax op dit. Dat vind ik niet erg. En niet op het hout van mijn bureau. Dus ja, ik kan dit dus eraf halen. En dan kan ik het er dus strak op plakken. Ik denk dat het wel moet goed komen. Dat je dit er strak op kan plakken. Maar dan heb ik dus eigenlijk een soort laagje op mijn bureau waar ik wax op kan morsen. Goed verhaal. Je kan het eigenlijk voor alles gebruiken. Het is dus een soort van plakfolie. Maar dan leer, beige. Ik weet niet wat ik er meer over moet vertellen. Ik vind het mooi en handig. Hopelijk gaan de kreukels eruit. Deze kost €7,99. Dan heb je dus zo'n hele rol. En die is echt, nou ja, heel erg lang. Het volgende item zijn 3 van die organizers. En die kosten €5,80. Nou, het is dus een vierkante doos van gaas. En het heeft allemaal van dit soort vakjes. Als je er eenmaal wat in hebt liggen, dan valt het zeg maar wel goed. Nu denk je echt, wat is dit? Maar ik heb hier al meer van, dus ja, ik ben echt heel erg blij mee. Maar hier kun je eigenlijk alles in organiseren. Ondergoed, hemdjes, shirts, handdoekjes. Hier zit namelijk ook best wel veel speling in. Dus je kan echt wel veel ertussen leggen, zeg maar. Ik denk dat ik zelf hier setjes in ga doen met ondergoed en BH's. En dan in elk vakje zeg maar 1 setje. En dan in een la en dan zit alles gewoon perfect georganiseerd. Ja, ik kan dit niet zo goed laten zien. Je moet het echt even zien wanneer je het zeg maar gaat gebruiken. Want nu is het gewoon zo'n los vlotje. En dan heb ik er dus gelijk 3 van. Oké, het volgende item pak ik er even bij. Dit heb ik dus al eerder besteld bij Tim Hoegorm zelf. Zo'n Stanley Cup. Mega groter stainless steel beker. Ik vul deze altijd met water. En het heeft dus een soort glazen rietje. Maar goed, dit heb je daar dus ook te koop. En ik heb een beetje de off-white kleur. Dus ik dacht, ik heb nog meer rietjes nodig. Want dan kan ik die af en toe gewoon in de vaatwasser doen, schoonmaken. En dan heb ik er eentje op voorraad. En dat vind ik wel heel fijn, want hier zit dus zo'n schoonmaakborsteltje bij. 2 schoonmaakborsteltjes. Dus daar kan ik het goed mee schoonmaken. En dan nog 4 van die glazen rietjes. Helemaal blij mee. Dit kost €3,50 en dan heb je dus 4 rietjes en 2 schoonmaakborsteltjes. Volgende item zijn droogballen. Ik voel me nu echt oud nu ik dit uitleg, maar ik hou gewoon van schoonmaken, organiseren. Ik ben echt zo'n huismus. Dit is gewoon handig. Dit zijn dus van die wollen droogballen. Dit zorgt ervoor dat je wasgoed gewoon minder snel kreukt en het wordt wat zachter van. En wat je hier zelfs op kan doen is bijvoorbeeld etherische olie. En dat gaat dan mee in het droger. Een paar druppeltjes hierop en dan ruikt je droog of je wasgoed naar die etherische olie. Dit is dus een set van 3 mooie droogballen. Heel erg praktisch en handig. €5,50. Goed, het volgende item is een kussensloop. En deze past echt super goed bij het dekentje die ik net in het begin liet zien. Het is een vierkante kussensloop. Onwijs zacht met een mooi patroontje. Dit is het patroontje. Heel, heel erg leuk.
En ook weer een beetje dat off-white kleurtje. Het is niet echt wit, maar ook niet beige. Een beetje off-white. Dus dit is super mooi voor straks op de bank. Het heeft gewoon een rits. Dus je kan hier zelf gewoon je kussen in doen. En ja, meer heb ik eigenlijk niet over te vertellen. Kwaliteit ziet er goed uit. Het voelt onwijs zacht. Ook echt dik van stof. Dus niet zo'n frutje, flutje dingetje. Gewoon een mooie kussensloop. 5 euro. Het volgende item is nog een deken. Want ja, aan één deken heb je niet genoeg in het leven. Dit is een deken. Ik vind dus de kleur iets minder mooi dan op de foto. Het is echt een beetje geel beige. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar op zich vind ik het niet erg. Het is prima. Je kan hem ook altijd nog zo doen. Maar dit is dus ook weer zo'n grote deken. De achterkant is dus wit. Kun je ook als voorkant gebruiken. Het is gewoon onwijs zacht. Ja, en de voorkant is dus dat beige kleurtje. Met ook weer een soort patroontje wat je gewoon tegenwoordig heel veel ziet. Kijk. Heel mooi. Maar dit is wederom weer zo zacht. Niet normaal. Je ziet nu wel goed het kleurtje. Dit is zeg maar de kleur die ik heel erg mooi vind. Dit is heel geel, wat warmer. Maar op zich, weet je, prima. Het is gewoon een deken en hij is onwijs zacht. En dik. Hij is echt heel dik. Dus deze ziet er ook weer goed uit. Afwerking is goed. Hij is dik, hij is zacht. Blij mee. Deze kost 15,80 euro. En even kijken, heb ik ook weer met de afmeting 100 x 150 centimeter. Oké, het volgende item. Ja, hier moet ik een beetje om lachen. Wat weer denk je, wat is dit? Ik voel me trouwens echt volwassen met al deze items die ik heb uitgezocht. Van alles wat ik kon uitzoeken, zoek ik dit uit. Maar ik word hier echt gelukkig van. Gewoon huisdingetjes. Maar goed, dit is dus zo'n ding. Ja, je moet het zeg maar vullen en dan is het oké. Maar het is heel stom misschien, maar dit kun je bijvoorbeeld in je voorraadkast hangen. En hier doe je dan bijvoorbeeld tasjes in of plastic zakken. En aan de onderkant heb je dan een gat en daar trek je het er dan zo uit. Dat klinkt heel raar. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Heel handig. 1,80. Oké, het volgende item is een... Ja, oh, ik vind dat zo lastig uitspreken. Een girlande, geen idee. Maar dan eucalyptus. Dus niet voor kerst, maar gewoon voor het hele jaar door. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Ik ben zo benieuwd hoe dit is. Oh, oké, okay, nou... Er vliegen al wat takjes af. Oh, vliegt nog een tak af. Wat is dit? Waarom valt dit allemaal? Et voilà. Oh, valt nog een tak. Nou, waarom valt alles eraf? Oh, oh. Aha, je kan het er weer in klikken. Ah, nou. Nou ja, doe maar. Dit is dus zo'n girlande met eucalyptus. Ik moet het nog uit elkaar halen uiteraard. Want nu zit het allemaal nog zo in elkaar. Het is net zoals een kerstboom. Als je die opzet, alle takjes even goed doen. Wat vind ik hiervan? Ik was heel bang dat het heel nep zou ogen. Maar volgens mij valt dat best wel mee. Als je dit zo ergens zo neerlegt. Goed uit zijn vorm haalt, zeg maar. Volgens mij kan dit best wel leuk zijn. Ik ben namelijk niet van de nep planten. Wel van droogbloemen, maar niet van nep planten. Maar ik vind dit nog niet zo erg. Ik vind dit wel leuk, denk ik. 1,80 meter. En kost 11,50 euro. En je kan dus alles weer inklikken. Dus als er iets valt, het is niet kapot. Het volgende item is echt iets heel stoms. Dubbelzijdig tape. 2,19 euro. Had ik nodig. Niet boeiend. Nou, nog een item waar wat ik eigenlijk nodig had en niet zo boeiend is. Is een pannenonderzetter. Voor op de tafel. Hij is grijs. Prima. Rubbertje. 1,99. Vind ik vrij prijzig voor één stuk rubber. Whatever. Volgende item kost 2,50 euro. En ja, dit is eigenlijk net iets te laat. Maar leuk voor volgend jaar in dit jaar. Eigenlijk al als jullie dit zien. 2024 kerst. Maar dit zijn stickertjes. Ze zijn wat kleiner dan ik dacht. Ze zijn echt klein. Ik hoopte dat het wat grotere ronde stickers waren. Maar dit zijn de stickers. Kijk, en dan staat er eigenlijk overal Merry Christmas en andere soorten printjes op. Dan heb ik weer zo'n random item. Eigenlijk items. Namelijk houten lepeltjes. Deze zijn 4 euro, dus 1 euro per stuk. Kijk, het zijn van die houten schepjes. En uiteraard ga ik mijn voorraadkast helemaal organiseren straks. In van die glazen potten. En als je bijvoorbeeld
iets wil pakken, dan schep je dat er zo uit. Ze zijn wel klein, dus stel ik wil rijst of zo. Nee, oké, dan. Stel ik wil suiker. Suiker. Dan is dit wel een goede. Beetje suiker. Oké, ze hadden iets groter mogen zijn. Maar ik denk dat ik het wel kan gebruiken. Of ik gebruik dit. Oh, daarvoor ga ik het gebruiken. Ik heb heel veel verse thee. En die doe ik ook in van die potjes. Dat je verse thee eruit gaat scheppen uit dat potje en in het zakje doet. Daar is dit echt het perfecte formaatje voor. Nou, dan heb ik weer iets niet zo boeiends. Dit zijn gewoon lampjes. Van die fairy tale lampjes. Handig. 2 meter, 20 light strip, warm white. Kost 1,50 euro. Oké, we gaan naar het laatste item. En dat is misschien wel het leukste item. Ja, ik ga hier heel erg goed op. Het komt heel mooi binnen. En zoals ik al zei, ga ik straks alles organiseren en gewoon labelen. En oh, ik hou ervan. Maar dit zijn 2 van deze hele grote glazen flesjes, potjes. Dan krijg je... Ik zal het even eruit halen. Een gouden. Je kan kiezen trouwens voor welke kleur. Je kan zwart kiezen of goud. Ik heb voor goud gekozen. Van die pompjes. Ze zijn echt huge, hè. Want deze ken ik, maar ook vaak in het wat kleiner. Deze zijn echt huge. Nou, en wat krijg je er dan bij? Ja, ik ga hier heel goed op. Labels. Kijk, bijvoorbeeld karamel of peppermint, raspberry, vanilla syrup. Nou ja, eigenlijk van alles. Ik gebruik bijvoorbeeld in de chocomel, in de winter gingerbread siroop. Ik heb karamel siroop, allerlei soorten siroop. En dan kan ik dit erop plakken. Kijk, dit plak ik dan daar zo op. Dan heb je dit zo mooi geordend staan in je keuken. Dus ja, ik kan hier helemaal mee losgaan. Zelfs pumpkin spice labels zit erop. Ben ik ook blij mee, want pumpkin spice heb ik zo'n hele grote fles van. Dat is heel onhandig om in de keuken te zetten. Bij je koffiehoekje. Dus die zet je dan gewoon in de voorraadhok. En deze vul je dan met pumpkin spice. Dan heb je gewoon een wat kleinere fles. Die ook nog eens mooi is. Maar goed, hier krijg je er dus 2 van. Kijk, en dan krijg je er ook nog een trechtertje bij. Super handig. Voor deze hele set, inclusief dus die labels, betaal je 22 euro. Maar ze zijn echt groot en goed van kwaliteit. Dus ja, onwijs blij mee. Dan was dit alweer alles wat ik bij Temu heb besteld. Super blij met al deze spulletjes. Ik kan niet wachten om alles straks een plekje te geven. Check dus even de beschrijving voor alle linkjes naar de items van Temu. Ik zal de website ook even in de beschrijving linken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En Temu bedanken voor deze onwijs leuke samenwerking. Ik hoop dat jullie een fijne jaarwisseling hebben gehad. En ik wens jullie een heel fijn, gezond en gelukkig 2024 toe. Dus ja, tot de volgende video weer. Doei doei!